Hey, ik ben dokter Albert van Topdocs en ik beantwoord al jouw vragen hier over ziektes, over dokters, over het ziekenhuis. En dat doe ik in dit gebouw. Kom mee. Wat zie je hier? Een skelet. Want zonder botten zouden wij als een plumpudding in elkaar zakken. Dus je botten zijn superbelangrijk om stevig te zijn. En hoe krijg je je botten nou nog steviger en sterker? Dat is door goed te eten, zoals melk waar calcium in zit. En door ook goed te bewegen, want door bewegen en door krachtinspanning worden je botten alleen nog maar sterker. En gek genoeg door ook in de zon te zitten, want door zonlicht maak je vitamine D in je huid. Daar krijg je goede sterke botten van. Want er is een mooi verhaal van vroeger, toen dus die mensen heel veel binnen zaten, bijvoorbeeld in de tijd van koningin Victoria in Engeland. Toen had je de ziekte rachitis, of de Engelse ziekte. Dat was een ziekte van kromme, slappe botten, gewoon omdat mensen niet genoeg in de zon zaten. En als je nou een bot breekt, misschien heb je zelf wel eens iets gebroken of een vriendje of vriendinnetje, wat er dan helaas aan de hand is, is dat zo'n bot door bijvoorbeeld een val knak zegt. Wat je meestal hebt als je een bot breekt, gewoon buiten, als je van de glijbaan afgaat, is het meestal helemaal niet helemaal doormidden, maar is het meer een beetje zo slap en gekneusd. Wat je dan nodig hebt is gewoon even kort gips, meestal maar 2 weken of 3 weken, klein gipsje. Weegt gelukkig niet meer zo zwaar als vroeger, want nu hebben we gewoon plastic gips met allemaal leuke kleurtjes. En dan heeft het bot de tijd om weer stevig te worden en weer te genezen. Succes! Abonneer op ons YouTube-kanaal en mis helemaal niks!